We zijn in Assen, waar Nick van der Velde na bijna 4 maanden blessure leed zijn rentree gaat maken in het shirt van FC Groningen. Van der Velde speelt deze avond met de belofte van FC Groningen een oefenwedstrijd tegen zaterdag hoofdklasser ACV. Eerste wedstrijd sinds 3,5 maand. En voor mij is het gewoon een hoofdzaak om fit door te komen. Van der Velde speelde zijn laatste officiële wedstrijd voor FC Groningen op 3 november van het vorig jaar tegen Roda JC. Toen moest hij in het begin van de tweede helft het veld verlaten met een liesblessure. Hoe is dat om er zo lang uit te zijn? Ja, vraag maar aan mijn vriendin. Ja, dat is echt een drama. Ik kan er gewoon niet tegen, weet je wel. En ik doe er alles aan. En als het dan buiten je eigen dingen omgaat en je er niks aan kan doen, dan is het gewoon drama. Hoe hou je dan het geduld? Ja, bedenk omdat er ergere dingen zijn in het leven. En je focus een beetje op die kleintjes richten. En even niet op voetbal richten, want dan zag ik die jongens naar buiten gaan. En dan kreeg ik steeds weer een tik, weet je wel. Dus voor mij was het gewoon even lastig dat ik eruit was. Maar ik ben super blij en tevreden dat ik vandaag weer met die jongens op veld 6 ergens mocht voetballen. Ja, maakt het niet uit, hè, waar je dan voetbal? Het interesseert me helemaal niks. Ik ben super blij dat ik nu weer op het veld heb gestaan. En het shirtje heb mogen aantrekken van Groningen. Met bijna 4 maanden heeft het lang geduurd voordat Van der Velde weer fit genoeg was om speelminuten te maken. Ten eerste omdat ik misschien te gretig was. Als ik het terugkijk, had ik misschien de wedstrijd tegen Roda niet moeten spelen. Maar ja, misschien te snel willen, denk ik. Misschien toch 2 keer een terugslag gehad. En toch steeds hopen op de volgende wedstrijd om te kunnen spelen. En dan toch steeds een teleurstelling krijgen. En op een gegeven moment heb ik het uit mijn hoofd gezet. En toen dat ik gewoon mijn focus op mijn herstel heb gelegd. Ik moet zeggen, het gaat goed nu. Dus ik ben er blij om. Wat is dan de volgende stap? Ik denk dat het niet zo makkelijk is om te zeggen dat het aankomende zondag dat ik er al bij wil zitten. Dan moeten wij nog even geduld hebben. Ja, ik zelf ook. Maar het is nu aan de trainer wat hij gaat doen. En ik moet gewoon zorgen dat ik zo snel mogelijk wedstrijd fit word. En het duurt natuurlijk een aantal weken voordat ik 90 minuten kan spelen. Maar ik probeer zo snel mogelijk er weer te staan. Ja, dank je.